rechte handregel van een spoel. We hebben hier een spoel. En ik wil graag weten hoe het magneetveld loopt. Nou, eerst komt de stroomsterkte naar me toe, gaat van me af. Kom naar me toe, gaat van me af. Dus de stroomrichting staat zo. Nou, pakken mijn vingers als stroom, want die gaan krom. Vingers, stroomsterkte, want die zijn krom. En dan zegt mijn duim iets over het magneetveld in de spoel. Dus in de spoel zal mijn magneetveld die kant op lopen. Dus de duim zegt even het magneetveld in een spoel. Nou, omdat dit hier zit dan mijn noord, hier zit mijn zuid. Dus buiten die spoel zal mijn magneetveld zo lopen. Buiten die spoel zal mijn magneetveld zo lopen. Dus dit is gewoon een elektromagneet geworden.